Hoe het jy in Suid-Afrika beland? Van waar kom jou belangstelling in Afrikaans? Goeiemôre, baie dankie dat julle hier gekom het. Die eerste keer dat ek na Suid-Afrika gekom het, was dit 1992. En dit was die eerste keer dat die Nederlandse taalunie, Nederlandistiek Congres in Suid-Afrika, weer na die jaren van boycott, financieel ondersteund het. En dit was Potchefstroomse mensen zijn idee, maar ook van buitenlandse Nederlandistiek om zoveel mogelijk mensen naar Zuid-Afrika te krijgen. Dit was januari 1992. En dit was precies 2 maanden na mijn promotie in Leuven in België. Ik had gepromoveerd door Multatuli. En toen heb ik ook behoefte gehad om aan een nieuwe hoofdstuk te beginnen. Niet dat ik moeg voor Multatuli gevorderd, maar toen ik in Zuid-Afrika aankom, is ik overweldigd door omtrent alles. Die landschappen, die mensen, die gastvrijheid, die problemen, die onoplosbare problemen. Ik kom ook uit een land wat een leidingsgeschiedenis gehad heeft baie van ons problemen het tot voor kort onoplosbaar gelijk. Mijn vrouw is specialist op gebied van Servische en Kroatische literatuur, weer een ander moeilijk deel van die wereld. En dit heeft mij aangesproken. En direct na mijn terugkeer heb ik met een kort cursus inleiding tot de Afrikaanse taal, literatuur en cultuur begin. En ik heb niks geweten. Ik heb zo klein kolletjes gevind. Het was nog tijd, eindelijk voor internet beginnen. Daar was er iets mogelijkheden om te communiceren. E-post het begin, maar eindelijk zoektochten. Google het geloof nog niet bestaan of in een kiemvorm. In elk geval, dit was baie moeilijk om ook Afrikaanse teksten in Polen te krijgen. En toen tweede keer het professor Van Koller mij uitgenooid in september 92 om te komen en voor 3 weken materiaal te verzamelen in Bloemfontein. En dit het gewerkt en dan was ik 96 in die land weer en sedert 2000 kom ek elke jaar, dankzij vrienden. Kom nou by hierdie boek. Dit is een geschiedenis van de Afrikaanse letterkunde. Dit begin by 1652 en die man wie sy naam nie genoem mag word nie, Jan van Riebeek. En dit eindig met die wat voet aan die val gesit het. Ja. Hierdie formulering staan in al die geschiedenisboeken. Ja. Toe hy 6 april 1652 voet aan wal sit, het al die probleme begin. Maar gelukkig het die Afrikaanse letterkunde ook daarmee begin, volgens jou. En hierdie eerste deel handel dan van 1652 tot die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog. Die tweede deel van 1900 tot 1930 is reeds voltooi in Pools en die derde deel kom nog. Ja. Ja. Of was het een vraag? Hier is die Poolse deel wat 10 jaar geleden gepubliceerd is en eigenlijk zonder al te grote veranderings, want daarvoor was geen tijd en gemiddelen, is hier die tekst vertaal. En hier en daar is wat aanpassings gemaakt. Maar ik wil misschien onmiddellijk wijzen, ik ga die boek ook laten circuleren onder jullie. Hier is 3 foto's en die 3 foto's staan eigenlijk symbool voor 3 discursieve lijnen. Wat voor mij van groot belang was om langs hulle mijn story te vertellen. De eerste is daar woestijn of Namib. Of Richtersveld, ik denk ik heb daar die foto gemaakt op een van John Kannemeyer's literaire reizen naar Kalahari. En dit moet die verkenning van die binnenland voorstellen, die verkenning van die ruimte, van die nieuwe ruimte. Daarnaast is Koi's hutte en dit moet voorstellen die ontmoeting met die ander.
wat ook een van die discursieve lijnen binnen die Zuid-Afrikaanse en Afrikaanse literatuur is, en daaronder een beetje groter een huis op hierdie dorp, wat moet voorstel die emancipatie van in eerste instantie Afrikaanse taal. Als jullie daar een beetje wil deurblaaien. En deel 2, het 3 jaar geleden verskyn, min of meer diezelfde project met 3 foto's. En hier met wat minder symbolische waarde, maar hier boek is een baie snaakse boek, omdat eindelijk die helft daarvan bestaan uit benaderings tot allerlei contexten. Wat niet net voor die eerste 30, 40 jaar van die 20ste eeuw van belang is, maar ook voor deel 3, wat hopelijk laat, wat ik hopelijk ga voltooien. Met andere woorden, hier wordt over die theorieën over die Afrikaans, ontstaan van die Afrikaans geskryf en allerlei polemieken. Die theorie is ook interessant voor mij, omdat hulle eindelijk die ontwikkeling van die taalkunde voorstel. Als daar belangstelling is voor die manier waarop kinders taal aanleer, komt daar een theorie wat het verwerk. Als dit een andere theorie is, of taalgeografie in die mode komt in die taalkunde, wordt het onmiddellijk verwerk hier. Met andere woorden, dit is niet net hoe die wetenschap om ontwikkelt, maar ook allerlei modes en in die taalkunde. En natuurlijk ook ideologische element. Is Afrikaans een effect van necrolisatie of niet? Is dit een typische Creooltaal of niet? Daar is ook een lang hoofdstuk over die ontwikkeling van die Afrikaanse kritiek en literatuurgeschiedenis. En daar is ook andere contexten, historische en culturele contexten. Wat eindelijk een soort beschrijving moet wees, niet net voor hierdie Afrikaanse literatuur tot die dertigers, maar ook voor die latere periode. Vandaar dat die deel eindelijk kort periode omvat, maar zo dik is. Ik heb besluit, en hier volg ik ook die benadering van Kannemeyer, je kan niet schrijvers over een leven verdeel nie. Met andere woorden, als ik begin met die dertigers, moet ik aangaan. Zoals Van Wyk Louw geleverd en Elisabeth Eybers. Je kan dit niet in een ander deel schuiven. Want hele over vormt ten spijte van al die verschillen en stadia toch een eenheid. Maar, je verwijst nog heel naar Kannemeyer. Met recht, natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat in hierdie boek betrek je veel, veel meer as wat Kannemeyer in sy literatuurgeschiedenis betrek, vooral dan in deel 1 van sy literatuurgeschiedenis. Jy het sekerlik, lyk dit, meer gelees as Kannemeyer. Jy het ook meer bronne ontdek en oorspronkelike geskrifte ontdek. Kannemeyer nie. Ja, dit kan. En dit is wat my so geweldig beïndruk van hierdie boek. So volledig, so leesbaar, so insiggewend was dit nog nie gedoen nie, of is dit nog nie gedoen nie. Jy is in Pools, nou dat het julle dit nou gehoor, ek hoor dit vir die eerste keer. So dit is jammer dat die boek nie ook in Afrikaans kan verskyn nie. Miskien eendag as Stellenbosch weer Afrikaans word. Maar misschien moet ik dit zeggen dat het mijn idee was, en ik is ook aangespoord door enkele vrienden en vakgenoten om die boek naar Afrikaans te laten vertalen, maar ik het gewoon nergens bronnen kon krijgen voor vertaling en ook niet genoeg mensen wat dit zou kunnen doen. Je bedoelt geldbronnen? Ja. 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 En uiteindelijk is die boek gepubliceerd dankzij een project wat ik een aantal jaren geleden voorgeleid aan die ministerie in Warschau. Met andere woorden, Polen het die vertaling van die boek en die publicatie daarvan gesponsord. Ja, dit mag vreemd klinken. Maar dit is zo dankzij een baie interessant project om prestaties of publicaties van Poolse navorsers in
wereldtalen beschikbaar te maken. Dan in eerste instantie betekent dit Engels. En ik heb bij het eerste project heb ik die aanzoek voorgelegd en tot mijn eigen verbazing heb ik die geld gekregen. Maar ik wou die boek niet bij een van die Poolse uitgevers plaatsen, nie, want dit, je weet, die kan dit. Ik heb ook collega's Anglisten wat in Engels publiceren in Polen en hulle denk, omdat dit nou in Engels is, is dit toegankelijk voor allemaal. Maar niemand leest dit. Of net collega's leest dit. Mijn idee was, je moet dit in Zuid-Afrika publiceren. En toen heb ik via ook bij een uitgever uitgekomen. Maar daar was een van die reviews was ambivalent. Het was deels kritisch, deels positief. Maar toen het daar die uitgever om teruggetrekt. En toen het Willy Burger samen met die Talatala reeks en van Skype besluit genomen. Natuurlijk ook op basis van externe reviewers zijn opinies om die boek te publiceren. Dit heeft ook die hele proces langer gemaakt. Nou heb ik verleden maand ook weer een aanzoek gedaan om deel 2 naar Engels te laten vertalen. Met andere woorden, daar is een klein kansje dat jullie dit ook kan lezen. En dat is een baie goeie vertaling, moet ik zeggen. Voor zover ik een oordeel natuurlijk. Dit is Dominika Ferens vertaal, een collega van mij wat nou professor is in Engelse letterkunde in Wrocław, maar zij is uit opgegroeid in Nigeria en Groot-Brittannië. Haar ouders was docenten aan de universiteit in Nigeria. Zij is ook naar scholen, Engelse scholen gestuurd. Met andere woorden, zij is tweetalig. Ja. En ook literatuurwetenschappelijke onderzoeker. Wat dit makkelijk maakt, voor haar, maar ook voor mijn boek, omdat zij die idiomen gekend heeft van literatuurwetenschap. Ja. Nou, die boek behandel dus eigenlijk twee groot delen. Die begin van Afrikaans, eerst gebroken Nederlands, wat getaal, wat gepraat is door die slaven en die Hottentotte, dat ons mag die naam gebruiken, want dat is historisch. En die boeren natuurlijk, die witboeren wat die binnenland ingetrek het. En dan, ons mag de naam gebruiken omdat het historisch is. Die witboeren, inderdaad. En dan die tweede deel van die boek handel dan oor die taalbewegings. Wanneer het Afrikaans nou aangewend wordt voor culturele en politieke en ideologische en religieuze doeleindes. Want taal wordt zelden gepropageerd of bevorderd terwille van die taal zelf. Dat is altijd de motivering. Een ander doelwit wat bereik wil word, moet word. En wat jy doen is, dat is in Afrikaanse literatuurwetenskap, literatuurgeschiedenis, is daar een baie grove verdeling altijd gemaakt tussen die eerste taalbeweging, 1875, met die stichting van die GRA tot die Anglo-Boeroorlog, en daarna die tweede Afrikaanse taalbeweging. Jy onderscheid het baie fijner. Ek moet sê, vroeger jou was daar ook natuurlijk mense wat al die Maleier taalbeweging onderscheid, soos Theo de Plessis van Bloemfontein, en mense wat oor die Oostgrens taalbeweging gepraat het, maar jy verfijn die saak besonder goed, denk ek, en wat nuut is, wat opspraakwekkend niet is, is dat je bijvoegt die Moravische zending taalbeweging. Die Moravische broers met die zendingstaties bij Genadendal en Mamre en andere plekken. En op Genadendal was natuurlijk die drukpers wat een groot rol gespeeld heeft. Genadendal is ook de oudste zendingstatie in Afrika, nietwaar nie? Baviaans Kloof was het. Ja. Ja. Misschien moet ik begin weer bij John Kannemeyer, want ik had eindelijk jouw opmerking, had ik daarop niet gereageerd. John was in die in daar die lijn van encyclopedische literatuurgeschiedenis. En als je hem vergelijkt met Dekker en Antonissen, dan zie je een zekere lijn en natuurlijk ontwikkeling. Omdat die methodes veranderd, maar ook literatuur het aangegroeid de hele tijd. Maar die probleem was, denk ik, of mijn probleem was, dat ik wou een middenweg vind tussen die
Afrikanerse klassieke literaire historiografie met die drie grote namen, je zou ook Pinaar of Malherbe of Gebroeders Nienaber kan noemen met andere literair historische werken, wat meer een theologische benadering toegepast het. Hulle het beskou die Afrikaanse literatuur ontwikkel van basisse Nederlandse teksten, dan allerlei ver-Afrikaanse vormen tot die volle ontplooiing. Nou, ik weet niet of wat de literatuur ooit tot de ontplooiing komt. Daar is aannames dat dat het doel is van taalontwikkeling of literatuurontwikkeling. Daar is misschien klein doeleindes, maar nooit die groot doel niet. Met andere woorden, dit is hoekom al die Afrikaanse literatuurgeschiedenissen zo min tijd en plek aan Nederlandse teksten besteden. Met uitzondering natuurlijk van Elisabeth Conradi, zijn werk, wat nou specifiek over die Hollandse teksten gegaan het. Of F.C.L. Bosman, wat een geweldige culturele geschiedenis van het toneel in Zuid-Afrika, en inclusief, dit wil ze ook Engelse en Franse toneel en Duitse toneel in het begin van de 19e eeuw, tot hij bij die Afrikaanse toneel uitgekomen is. Met andere woorden, die Nederlandse teksten was voor die Afrikaners in de meeste gevallen aanloop tot die ware Afrikaanse letterkunde. Aan die andere kant staan die meeste Engelstalige auteurs, wat probeer om al die literaire tradities en al talen van Zuid-Afrika in één synthese op te nemen. En daar is pogings, interessante pogings, in eerste instantie van Chapman, maar ook daar die boek wat 2 jaar geleden onder die redactie van Derek Etheridge en David Atwell verschijnen. Meerdere auteurs, talle auteurs, ook Afrikaner auteurs, Afrikaanse auteurs. Maar ik heb gedink, dit is nogal moeilijk, want dit is ten eerste, is daar ook een ideologische concept achter, van regenboognatie. En mijn best, die probleem is net, is daar genoeg draagvlak in die storyvertelling over die literatuur om al die literaire tradities, wat een partij van hulle oorvleur mekaar nooit nie. Die Engelse en die Afrikaanse en die Nederlandse gedeeltelijk. Maar wat van zwarttalen, wat later als geschreven wat pas later geschreven teksten leven en zo aan uitgeverswereld. Met andere woorden, ik zie daar geen, in die genoemde werken zie ik geen uitgewerkte model om dit samen te snoeren. Nou heb ik besluit, oké, ik probeer die twee met elkaar te verzoenen. Ik vat meer als één literaire traditie en ik vat twee verwante tradities, die Nederlandse en die Afrikaanse. En kom eens kijken of daar een mogelijkheid bestaat om al vertellende een concept te ontwikkelen dat die story mededeelbaar is. En dit is een kort bestek mijn poging en ook mijn uitdaging. Niet net voor mijzelf bij die schrijf van die boek, maar ook 20 jaar lang bij die dossierwerk, bij die klas. Hoe verduidelijk jij zekere processen in Zuid-Afrika aan Poolse studenten wat niks weet niet, en als ze iets weet, is de meeste daarvan foutief. Je weet, of baie stereotyp. Stereotypisch. Met andere woorden, die boek het gekomen eindelijk uit daar een soort dossierervaring. Dit moest leesbaar, toegankelijk wees, en niet net op die teksten focus, maar op die culturele omgeving van die teksten en gedeeltelijk ook historische gegevens verschaf aan die lezers, studenten, maar niet net studenten. En vandaar mijn idee dat je niet net naar die taalbewegingskijk wat
waar baie tekste geproduseer is en wat vervolg gekry het danksy die Afrikanerse bemoeienis met die taal, ontwikkeling daarvan, emancipasie, maar ook lyne wat, ek wil nie sê doodlopend was, want hulle was nie doodlopend, maar in kulturele en in sekere sin ook politieke opsigte was hulle en is hulle nog steeds met hulle danksy hulle gevolge belangrijk. En dit is sekerlik die Arabisch-Afrikaanse tekste vir die 19de eeuw en begin, tot aan die begin van die 20ste eeuw. En dit is sekerlik ook die keuse wat die Moraviërs gemaakt het in Zuid-Afrika om as medium Nederlands te gebruik, omdat die ouwens nie, ja, hulle was natuurlijk Duits sprekend, hè? Hulle was Duits sprekend, maar die meeste Duitsers het altyd naar Nederland gegaan vir een half jaar, of soos auteur van Benigna, Herman Bendelmaars, vir een jaar na Nederland om Nederlands te leer en vir een half jaar ook na Engeland om Engels te leer. En pas daarna het hulle hier afgekom. Met ander woorde, hulle beleid was altyd Nederlandstalig ten opzichte van bruin mense waarmee hulle gewerk het. En die culturele waarde van hulle besluit, bijvoorbeeld in de jaren 50 het die onderwijsdepartement in Kaapstad voorgesteld, julle krijg soveel geld per jaar, maar julle moet oorskakelen naar Engels. Je praat van 1850. Ja, 1850. Ja, 1850. maar julle moet oorskakelen naar Engels en julle leerplanen moet ons zien. En toe die broeders in Hernhut besluit, onafhankelijkheid. Hulle het altyd mooi gewerk met die overheid in al die lande waar hulle gewerk het, of dit nou Suriname was of Tibet of Groenland of waar ook al, maar hulle wou een sekere mate van onafhankelijkheid bezit. Nou, ek denk die culturele waarde van al die activiteite van die Moraviërs, waar Nederlands, of vir Afrikaanse, soos ek dit noem, vir Afrikaanse vorme van Nederlands een rol gespeel het, word nie na waarde geskat nie. Ja, en vandaar sal die meeste bruin mense al lang Engels gepraat het, meer as hulle dit vandag praat, as was dit nie die bemoeienis met taal en taalbeleid van die Moraviërs. Ja. Kom, ons praat nou daaroor, in die drukpers. Die een van die eerste Afrikaanse roman, is miskien nie die regte woord nie, want dit is eintlik 'n soort bekeringsgeskiedenis, is by die drukpers in Genadendal gedruk. Die titel van die boek is Benigna van Groene Kloof of Mamre. Mamre was die ander Moraviese sendingstasie hier op die naby Atlantis, nee. Mm-hmm. En daarin word die verhaal vertel van vrou, hottentot vrou, wat dan tot bekering kom. Sy was eers Rosetta, en toe sy tot bekering kom, was sy Benigna. Die boek is in Nederlands geskryf, maar die dialoog is in Afrikaans. Gedeeltelik. Ja. En eindelijk is dit dan een van die vroegste voorbeelde van een langer tekst, waar in Afrikaans voorkom. In diezelfde tyd as wat die geskiedenis van Josef gepubliseer is, nee, van Sid Hoogenhout. Ja. Ek het goed gelees. En die toets vir my. Maar wat belangrijk is dat jy het een baie lang uiteensetting van daardie tekst, en dit is uiters interessant omdat jy dit binnen een groter context plaas. Jy plaas dit binnen die context van die Moraviese sending, die herrenhoeters, wat klem geleid op die persoonlijke belijdenis, die autobiografische vertelling van een bekering, jou eie bekering dan, en meestal is het vrouwe wat dit vertel het, en dit plaas jy dan binnen die groter context nog van die Duitse pietisme. Dit is dinge wat nog nooit in Afrikaanse letterkunde gedoen is. Ja, ek moet sê, dit was een groot uitdaging en een groot klein ontdekking vir my, die al die Moraviese sendingstasies. Hulle is baie mooi gelei en as jy ooit in Hernhut kom in Duitsland, jy sal weet hoekom, want Hernhut lei ook so mooi. Natuurlijk, dit is nie net die esthetische waarde, maar hulle moes vir die watermeul
ook water gehad. Met andere woorden, dit was altijd een kloof, of een ravijn, of wat ook, soos groene kloof en Baviaans kloof en so aan. Vandaar ook die mooie ligging. Die ouwens het een idee, jy moet werk, en misschien moet ek dit nog noem, nie ora en labora, maar omgekeerd. Daar was baie min biddewerk in vergelijking met gewone arbeid. Daar was 5 uur slaap en daar was vaste reëls. Nou, ek denk by die moderniserings van daardie groepe mense wat nie meer in tribale verbande geleef het nie. Nie meer. En nog nie in 'n moderne of hulle het nog steeds hulle plek gesoek op die platteland. Waar hoort ons as vrye mense? Denk ek dat die Moraviërs 'n baie belangrike rol gespeel het deur benadering, deur werk en handwerk aanleer. Los van die tijdskrifte soos De Bode van Genadendal, los van drukwerke en orkeste en wat ook al, denk ek dat beskavingsrol by daardie oordra van moontlikhede dat jy werk in 'n nuwe, steeds meer moderne Suid-Afrika. En nog 'n historiese begrip, beskavingsrol. Ja, maar ek bedoel, ek kom van Orsee, ek kan dit gebruik. As jy kyk, die reisigers het in Genadendal aangekom in die jare 30 en het gevoel hulle is in een van die strate van Londen. En ek verstaan my om te sê, dit was een van die eerste industriecentra in Suid-Afrika, na Skaapstad. Met ander woorde, dat die geskiedenis later anders verloop het, soos by die Arabisch-Afrikaanse tekste, dat die kulturele waarde daarvan, direkte literêre waarde miskien, in die 20ste eeuw afgeneem is weer een ander story. Maar ek denk, om rechtvaardig te wees, om te gaan met die geschiedenis, moet ons dit na waarde skat. Nou, Benigna is een boek waar baie mense nie van weet nie, en baie mense, ek het dit ook beleef by een van die reviewers, gelukkige anonieme reviewer, wat my artikel afgekeur het op grond dat die boek alleen in my kop bestaan, en wie het Benigna gelees? Dit kom voor. In elk geval, ek het die boek gehad, jy weet, Jack Conradi van UJ het het vir my gefotostateer en gestuur na Polen, en dit is beskikbaar op enkele plekke in Suid-Afrika. Ek het selfs op die archief van die Moraviërs in Heideveld een Afrikaanse vertaling uit die jare 70 van die 20ste eeuw ontdek. Met ander woorde, die boek het daar ergens gesirkuleer, maar baie mense het dit voorgestel in die jare 80, begin 90s, as 'n eerste Afrikaanse roman. Dis nie waar nie. Dis in Nederlands geskryf, en af en toe is daar dialoog waar Nederlands voorkom en ook Afrikaanse woorde, maar selfs die verteller, Herman Benom Marx, gebruik die woord geselsen. Ons praat nie met mekaar nie, maar ons, wij geselsen. In Nederlands was het converseren. Ja. Met andere woorde, daar die Afrikaanse vormen kom nie net in die dialoog, maar so baie is daarvan nie. Ek weet dat Vernon Februari het daaroor geskryf dat dit eintlik 'n Afrikaanse roman is. Nou, dit is nie waar, en ek wonder of dit überhaupt 'n roman is. Want eintlik bestaan dit, Rosetta alias Benigna, dit is 'n rooie draad in die vertelling, maar eintlik is daar al die kleine biografieën van die hotten tot de vrouwen aangelas in die hele verhaal. Ja, wat interessant is, en wat ek nogal vermakelijk gevind het, is dat as die kooi mense die praat in die boek, of sommige van hulle praat hulle Afrikaans,
Dan kom hulle tot bekering en dan praat hulle skielik hoog Hollands. Ja. Direk na die doop. Maar dit wys op die feit hoe bewus, taalbewus, daardie Moraviese sendeling, die auteur daarvan, was Herman Benno Marx, dat hy goed onderskei kon maak tussen die Hoog-Nederlands en die ver-Afrikaanse vorme. En dat... Ja, want jy skryf ook oor die hele deurlopende thema of voorkoms, motief van die Otto tot Venus natuurlijk, wat begin by Eva Krutoa, dan Saarkie Baartman natuurlijk, en selfs Kaikie Kegelbeck betrekje enzovoorts. Ja, maar dis net te loop. Maar ek denk, het is belangrijk om die teenstemme ook te laat weerklink. Nie net daar die klassieke stemme, okay, die wit mans wat hier gekom het, of wat hier was, het op so'n manier oor die nie blanke vrouwe geskryf, daar was ook wit mans wat op een andere manier geskryf het, wat een teenstem gegeer. Ja. Jy bring ook daar die skielike verandering van Afrikaans en Hoog-Hollands in verband met spreek en tale, wat die mens in handelinge kry, toe die Heilige Gees uitgestort is en die mens in tale begin spreek het. Want dit was van Zinzendorf in Hernhut, was het belevenis 1737 op, wat is dit nou, Jolashanski? Pinkster. Ja, Pinksterdag. En daar kom die Heilige Geest, ja, altijd vrouwen. Van niet onder mij. Die Heilige Geest kom en hulle praat talen. En dit is min of meer in daar die traditie van Hernhutters, hoor jy dit? Je weet, ja. Ek het hier iets gekies nie omdat het my gedichte is, maar omdat hulle het deel uitmaak van een reeks oor die Afrikaanse literatuurgeschiedenis. Keertij, hier staan ek op my strand, hier stap ek langs die ander see, in prewel gedichte in een vreemde taal. R364. Achter die skoenfabriek en reguit, die tronk rechts, die kerk links, dan die oudtijdse hotel en een reeks winkels en ateliers voorbij, tot op die grootpadse T-kruising, en rechts, die skerp opdrand, met draaie almateur wat bijen gemaakt het. Vandaar kan een mens die hele dorp onderzien, en verras word, dat die pad geteer is, onlangs, ongelukkig. Dis nou die zwart plakband, wat die toneel toegooi, wat die maanlandskap deursnij en aan die skurwe horizon lei. Die winkies suis, motorse bande soem omlijn door wit streepies. Die gladheid bedek die ruwe rooi grond, wat hier gerinkelijk het met die duizende sonsondergange. Wanneer was ons hier laas en het op die sinkplaat gerei? Waar is die blommekies en waar vioolkies? Wat van die achterhuizen van wel eer. En wat er seizoen, wat er tijd is nou voorbij en verewig? Dis hier, dis nou, om te begin zoek naar die opening, naar die graf. Wat daar ergens links schuil, bewaak door die Poesmanse dieren. Mag ik zeggen dat het gaan over Leipoldse graf, bij Klein William, ja. Bijbellandse reizen. Bo die land en zijn harde klippen, de wind, wat alles skroei, is zijn asem. Bo mens, blom en skorpioen, die som, wat oor alles waak, is zijn oog. Aan hierdie land van klip en rots, aan hierdie God met zijn wraak, toorn en liefde, behoort jij. Totus tuus. Door die rits in de hemel, door die huil van die reen, het die woestijnland hier jaar al zijn beloftes groen gemaakt. Daar kan nieuwe boeken geschreven worden. Tosjus. En dan nog een persoonlijke gedicht om af te sluiten. Ook al die reeks keertij.
Waar is die see van wel eer? Waar is die kus van die kind? Waar bly die smaak van die toebroodjie op strand? En die geur van die warm, gloeirooi tamatie, uitgehaal uit die sak, 'n sappige som, gepeper met korreltjies sand. Baie dankie. Dankie.